Imme van de Hoek, ja. Jullie hebben net 7-1 gewonnen van Surbiton. Yes. Wat is je gevoel bij de wedstrijd? Ja, we begonnen wat slap, maar daarna ik vind dat we de tweede helft hebben goed gepakt. En hebben we 7 doelpunten gemaakt. Ja, hoe liep het? Ik had het idee dat in het begin dat jullie wat meer weerstand kregen dan je misschien verwacht had. Ja, we begonnen gewoon minder scherp dan dat hoort. En dat hebben we goed opgepakt. En dan zie je dat er zo'n uitstap is gekomen. Ja. Ja, je hebt wel hard gewerkt. Je bent dit seizoen ingestroomd bij AZ Den Bosch. Hoe is het om dan nu in de EHCC te staan? Ja, hartstikke gaaf. Ja, zoals vorige week dan het landskampioenschap. En dan mag je een week later gelijk weer de Europa Cup. Ja, helemaal leuk. En dan nu ook in de finale. Ja, ja. Dus, dan kijk je weer naar uit. Ja. Wat denk je ervan tegen UAC? We hebben ze nog niet echt zien spelen, dus ik ben benieuwd. Ik denk dat we morgen gaan we weer beelden kijken en uitlopen. En gaan we ons klaarmaken voor de finale maand. Oké, nou ik wens je heel veel succes. Ja, hartstikke bedankt.